Er is een goede kans dat er zaterdag opnieuw gestaakt wordt in het streekvervoer. Vervoersbedrijf Bravo waarschuwt daarvoor. Er is dit keer gekozen voor een zaterdag als stakingsdag vanwege de eindexamenperiode. De vakbonden willen scholieren die eindexamen doen geen extra druk opleggen door hun rit naar school te bemoeilijken. De vakbonden liggen met werkgevers overhoop om de cao-onderhandelingen. Ook voor zaterdag 26 mei hebben de vakbonden vast een stakingsdag aangekondigd.